Oké, dan geef ik nu het woord aan mijn medevoorzitters. Dank u wel, voorzitter. Jullie hebben natuurlijk in de afgelopen week met heel veel verschillende dingen gedaan qua reflectie. Jullie begonnen, als het goed is, met nou, wat is nou eigenlijk de ideale mapper? En gingen verder met de Bellwin-test. En misschien vragen jullie af, weet je, waarom hebben we al deze dingen gedaan? En komt er nog een conclusie aan? Nou, waarom wij al deze dingen doen bij het map is eigenlijk omdat je ziet aan het einde van de week is iedereen zo overweldigd en we hebben zoveel geleerd, dit was zo'n topweek, maar als je mensen gaat vragen, ja, weet je, wat heb je eigenlijk geleerd, dan kunnen ze niet iets concreets noemen en daar is dit reflectietraject eigenlijk voor. Waar ik bijvoorbeeld in mijn verschillende sessies van map achter ben gekomen is dat het in het begin heel erg makkelijk is om proberen een resolutie af te kraken of iets in de grond te stoppen, maar hoeveel mooier het eigenlijk is om iets proberen op te bouwen, een commissie te helpen met eigenlijk het oplossen van zo'n groot probleem wat wij op deze leeftijd proberen. En dit is het laatste onderdeel van dat reflectietraject en dat gaat mijn medevoorzitter nu voor jullie uitleggen. Jazeker. Voor mij ook, MEP heeft mij echt superveel gebracht. Ik heb hier zo verschrikkelijk veel geleerd. Maar wat mij het meest is bijgebleven is dat het MEP heeft mij gewoon laten zien hoe belangrijk het is om goed naar elkaar te luisteren. En hoe mooi het is om met elkaar samen een mooie resolutie op te stellen en een mooi resultaat neer te zetten waar je echt trots op kan zijn. Samenwerking is echt essentieel en ik heb gewoon geleerd hoe je door compromis te sluiten en bruggen te slaan, iedereen zijn belang mee kan nemen. En als je met een team tot zoiets moois kan komen, is dat echt een beloning op een week zoals deze. Jullie krijgen zo allemaal de kans om te laten weten wat jullie hebben geleerd. Hiervoor worden twee hele lange vellen met wit papier neergelegd. En daarvoor liggen deze post-its. Neem een pen mee zo naar voren. Jullie moeten namelijk op de blauwe tips, of op de blauwe post-its kunnen jullie tips schrijven voor het map. Daarnaast, op de oranje, ga je vertellen van wat ben ik aan het leren, of is er iets dat ik nog wil leren. Ik ben onderweg met dit te leren, maar ik heb het misschien nog niet helemaal. Dat kun je schrijven op die oranje. En op de groene zet je iets wat je deze week wel hebt geleerd. Dus waarvan je misschien op zondag zei, nou, dit is iets wat ik echt heel erg graag wil leren deze week. En waarvan je nu kan zeggen, dit heb ik ook daadwerkelijk echt geleerd. Dus dat is eigenlijk de opdracht voor zometeen. Ik zie dat mijn medevoorzitter het heel mooi heeft klaargelegd. De briefjes liggen hiervoor. Dus ik zou jullie allemaal willen verzoeken om hiervoor te komen, goed na te denken over wat je opschrijft en er iets moois van te maken. Ik ga niet opstaan, sorry.
gaan zitten en stilte in de zaal. Goedemiddag allemaal. Dan gaan we nu verder met de laatste resolutie van dit lab. Graag vraag ik van jullie allemaal nog het laatste beetje concentratie aan deze resolutie te geven en respectvol mee om te gaan. We hebben namelijk een volle tribune en die moeten we natuurlijk laten zien wat iedereen hier kan. Er zijn over deze resolutie geen tekstwijzigingen ingediend, dus we gaan direct verder met het oplezen van de OC's. Wie uit de commissie mag ik hiervoor naar voren vragen? Nederland. De commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het Model European Parliament Nederland. 1. Stelt voor om beleid op te stellen dat ervoor zorgt dat er minder waarde wordt gehecht aan de normen van seksuele geaardheid en gendernormen van nu. 2. Stelt voor om een Europese toezichthouder, genaamd Natalisa, op te richten, die toezicht zal houden op de tolerantie jegens de LHBT+ gemeenschap binnen de lidstaten van de Europese Unie. 3. Acht noodzakelijk in alle lidstaten van de Europese Unie zwaardere straffen op te leggen voor geweldpleging waarbij discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit de bewezen aanleiding is. 4. Pleit voor de wettelijke uitbreiding van de rechten van de LHBT+ gemeenschap in alle lidstaten van de Europese Unie. 5. Eist dat er een opdracht wordt uitgegeven aan ILGA om een campagne op te richten voor sportorganisaties binnen de Europese Unie om de acceptatie van de LHBT+ gemeenschap te vergroten. 6. Stelt voor om een forum op te richten voor bedrijven om voorlichting te geven betreffende de veilige sfeer voor de LHBT+ gemeenschap op de werkvloer. 7. Eist dat er publieke instanties richtlijnen worden aangescherpt aangaande de LHBT+ gemeenschap. 8. Pleit voor het aanmaken van een website die cursussen en informatie verschaft betreffende de LHBT+ gemeenschap, die wordt verspreid via reclame. 9. Beveelt aan dat lidstaten lokale LHBT+ rolmodellen steunen door haar publiciteit te geven. 10. Eist dat homogenezing, verplichte sterilisatie bij genderverandering en gedwongen normaliserende operaties bij wet worden verboden in alle lidstaten van de Europese Unie. 11. Stelt voor om een universele voorlichtingsfolder en website te maken voor ouders van intersexe kinderen met informatie over bijvoorbeeld normaliserende operaties. 12. Stelt voor om, lokale organisaties die zich inzetten voor de LHBT+ gemeenschappen te steunen door middel van subsidies en eventuele andere benodigdheden. 13. Verzoekt de voorzitter de resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het Nationale Parlement van de lidstaten. Dank u wel. En wie uit de commissie mag ik vervolgens naar voren vragen voor een speech voor de commissie? Bulgarije. Voorzitter, let God burn them, zijn de woorden van haatprediker Steven Anderson. Helaas is hij niet de enige zon die op deze manier denkt over de LHBT+ gemeenschap. Kan jij je voorstellen dat jij niet hand in hand kan lopen met de persoon waarvan jij houdt? En waarom? Omdat iemand anders vindt dat mensen zoals jij minderwaardig zijn. Omdat iemand anders vindt dat mensen zoals jij niet dezelfde rechten mogen hebben als zij dat wel hebben. Wij als Commissie Femme vinden dit belachelijk. En vraag ik u om met ons mee te denken aan een oplossing? Nee, een vooruitgang. Een vooruitgang die een verheffing moet betekenen voor mensen in de LHBT+ gemeenschap. Ik wil je meenemen naar 3 minder voor de hand liggende problemen in ons vraagstuk. Allereerst wil ik je wijzen op de onwetendheid die bestaat onder burgers in EU-lidstaten over de LHBT+ gemeenschap, waarvan onbegrip het gevolg is. Om dit op te lossen, pleiten wij voor een website die meer kennis moet verschaffen, met als gevolg dat onbegrip verandert in begrip. Ten tweede willen wij benadrukken dat homohuwelijk, adoptie door LHBT+'ers en geslachtsverandering nog niet vanzelfsprekend zijn in alle lidstaten. Met het oog op vooruitgang pleiten wij voor legalisatie van deze zaken in alle lidstaten. Maar dit betreft niet zomaar rechten, dit betreft mensenrechten.
Ten slotte constateren wij dat de hedendaagse gendernormen niet passen bij de mindset van de 21ste eeuw. Hiervoor willen we enerzijds campagnes opstellen die gendernormen moeten doorbreken en anderzijds inspelen op het bereik dat de grootste sporten in de EU hebben op de bevolking, om zo gendernormen te moderniseren. Want gendernormen zouden niet uit moeten maken. En om de beroemde uitspraak van commissie Femme te quoten, boeienruurs, boeien. Op dit moment is het nog voor vele mensen een dagelijkse realiteit. Dat zij zich niet kunnen kleden hoe ze willen, dat zij niet worden aangenomen op werkvlak vanwege wie zij willen zijn, en dat zij een slachtoffer zijn van geweld, omdat ze niet zichzelf kunnen zijn. Wij van de commissie Femme willen dit absoluut niet meer laten gebeuren. En we hebben daarom hard gewerkt aan een resolutie waar wij 100% achter staan. Vrijheid is blijheid. En wanneer je achter onze resolutie staat, sta je daarmee ook achter een toekomst waarin de LHBT+ gemeenschap de vrijheid heeft die zij verdient. Dank u wel. Dan zijn er geen informatieve vragen ingediend, dus gaan we verder met het amendement. Het amendement gaat over clausule nummer 5. En het gaat over het toevoegen van het volgende. Dus als iedereen deze erbij wil pakken en een pen in de hand. En ook door ILGA een campagne op te laten. Ik ga nog verder, maar dan kan iedereen meeschuiven. En ook door ILGA een campagne op te laten richten voor onderwijsinstanties binnen de Europese Unie om over te gaan op openbaar onderwijs indien dit nog niet het geval is. Ik zal hem nog één keer herhalen. En ook door ILGA een campagne op te laten richten voor onderwijsinstanties binnen de Europese Unie om over te gaan op openbaar onderwijs indien dit nog niet het geval is. Het is een toevoeging aan de clausule nummer 5. En dan wil ik graag de gedelegeerde uit Luxemburg naar voren vragen om deze te verdedigen. Voorzitter, op onze school kunnen homo's wel homo zijn, maar niet homo doen. Dit is gelukkig niet een citaat dat uit mijn mond komt, maar regelrecht uit de mond van een directeur van een christelijke school. Wellicht hebben jullie dit citaat dan ook al eerder gehoord uit het YouTube-programma Boos. Goed, graag wil ik daarom onze aandacht weer terugbrengen op clausule 5, waar ik dus nogmaals, ik zou het even herhalen, het volgende wil toevoegen. En ook door ILGA een campagne op te laten richten voor onderwijsinstanties binnen de Europese Unie om over te gaan op openbaar onderwijs indien dit nog niet het geval was. Door deze resolutie aan te nemen worden bijzondere scholen, dus scholen die vanuit hun religie hun onderwijs presenteren, getriggerd, dus niet verplicht, slechts getriggerd om over te gaan op openbaar onderwijs, wat juist vanuit een neutraal standpunt wordt belicht. Bij deze resolutie wordt er dus nogmaals niks verplicht. Het voordeel wat hiermee aan ons zal zijn, is dat leerlingen meer kansen hebben om vanuit een neutraal standpunt te worden onderwezen en op deze wijze zich ook meer kunnen inleven in een ander persoon. Dit in tegenstelling tot het bijzondere onderwijs, waar juist vaak al een beeld is over minderheden, zoals homo's of andere personen uit de LHBT+ gemeenschappen, doordat dit onderwijs al is belicht door de fundamenten van sommige religies, waaruit blijkt dat juist deze homo's een andere rol spelen binnen onze gemeenschap. Dus nogmaals roep ik graag mijn mede-Europarlementariërs op om voor dit amendement te stemmen, zodat homo's op school niet alleen homo's kunnen zijn, maar ook homo kunnen doen. Dank u wel. Dan zou ik nu graag de gedelegeerde uit de commissie naar voren vragen voor een reactie op dit amendement. Wie mag daarvoor naar voren roepen? Slovenië.
Voorzitter, ik wil graag reageren op de gedelegeerde van Luxemburg. De gedelegeerde van Luxemburg kaart hier twee zeer moeilijke punten aan, namelijk onderwijs en religie. Dit zijn allebei punten die erg moeilijk zijn voor de EU om aan te passen en waarbij zeker niet toe bevoegd zijn. Wel moet je deze punten natuurlijk aanpakken. Onderwijs kan je niet bepalen voor elke lidstaat. Lidstaten zoals Polen staan nog wat minder open voor de hele LGBT+ gemeenschap en lidstaten zoals Nederland hebben hier al wat minder moeite mee. In een lidstaat zoals Nederland is het natuurlijk makkelijker om je onderwijs over te geven. Echter, ook in Polen is het erg belangrijk om tolerantie af te dwingen. Dit doen wij dan ook door de hele maatschappij hierin te veranderen en niet specifiek te richten op religie, aangezien dit nog niet mogelijk is. Maar door de hele maatschappij hier aan te passen zal religie ook meegroeien. Onderwijs hebben wij een goed gesprek over gehad met onze expert Mark Rijgewijn. Mark Rijgewijn heeft ons verteld dat het erg moeilijk is en eigenlijk niet mogelijk om onderwijs aan te passen, aangezien lidstaten dit heel snel zien als propaganda, indoctrinatie, noem het maar. Lidstaten zijn heel beschermend als het gaat om hun kinderen. Daarom bieden wij wel cursussen aan voor de scholen en lidstaten die hier open voor staan om les te geven, ook op scholen, over heel de LHBT+ gemeenschap, waardoor zij toch hier genoeg informatie over zullen krijgen. Maar om dit eens af te dwingen of zo zwaar te promoten zoals hier wordt voorgesteld, is niet mogelijk en ook zeker niet verstandig. Dank u wel. Dan heb ik de vraag aan de zaal om uw eventuele vragen op te schrijven, aangezien we eerst een gast onder ons midden hebben die we eerst laten spreken. Zoals iedereen even de tijd neemt om vragen over dit amendement op te schrijven, laten we haar eerst spreken en zullen we daarna verder gaan met de vragen. Jullie mogen tijdelijk plaatsnemen op uw stoel. Dan zou ik graag Lisa Westerveld naar voren willen vragen. Dit is een Tweede Kamerlid van GroenLinks en lid van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij heeft onder andere geholpen in het behouden van MEP door te helpen bij onze moties. Dus graag allemaal luisteren naar haar interessante verhaal. En naderhand kunnen er vragen gesteld worden, dus schrijf die dan op. Dankjewel, en ik was eigenlijk net nog heel interessant aan het luisteren naar jullie verhalen. Of jullie verhalen vond ik heel interessant, omdat ik ook woordvoerder onderwijs ben. En onder andere hebben we nou ook in de Tweede Kamer best wel uitgebreid die discussie over de vrijheid van onderwijs. Dus dan is het heel leuk om hier binnen te komen in zo'n volle zaal, waar jullie precies over een onderwerp hebben, dat jullie aangaat, maar waar ik dus ook mee bezig ben. En dat maakt misschien ook wel meteen de belangrijkheid van wat jullie hier doen ook duidelijk. Omdat het natuurlijk, als we het hebben over onderwijs, over jullie gaat. En vanochtend was ik bij een bijeenkomst, dat was eigenlijk bij een werkbezoek, want dat doe je als Kamerlid. Je bent heel veel hier, maar gelukkig zijn we niet elke dag hier. Gelukkig hebben we ook een aantal dagen waarop wij het land ingaan. En vandaag waren wij bij een aantal scholen. En scholen die ons eigenlijk lieten zien hoe ze afstappen van het idee van, hey, je zit met 30 kinderen, of als je geluk hebt met minder, maar vaak wel met hele volle klassen. Zit je daar, er staat een docent voor de klas en die vertelt jullie wat jullie moeten doen. Kinderen moeten vooral stilzitten. En dit waren scholen die ook lieten zien hoe zij het anders aanpakten. Door bijvoorbeeld wel grotere groepen te hebben, maar dan veel meer ondersteuning in de klas. Door bijvoorbeeld ook zorg binnen de school te halen. Dus jongeren die meer tijd nodig hebben, kunnen apart even gaan zitten met iemand die daarvoor is opgeleid. En wat daar vanochtend ook aan ons werd verteld is, dat als je naar de toekomst kijkt, dan zijn het de kinderen en de jongeren van nu die die toekomst maken. En daar moest ik even over nadenken, ook toen ik hier naartoe liep. Want dat klopt natuurlijk. Jullie zijn degene die uiteindelijk gaan bepalen hoe die toekomst eruit gaat zien. En wij, de mensen hier in de Tweede Kamer en de ministers die vaak in dat vak zitten, zijn degene die er ook voor moeten zorgen dat jullie straks wat kunnen maken van die toekomst. Met andere woorden, wij moeten niet te veel verprutsen. En dat doen we op sommige vlakken wel, als ik heel eerlijk ben. En toen ik hier naartoe liep, kwam ik ook onderweg de klimaatstaking tegen. Wat ik natuurlijk, als GroenLinks spreek me dat heel erg aan, dat mensen de straat op gaan. Maar laten we ook niet vergeten dat ook die hele grote beweging in Nederland voor een heel groot deel in gang is gezet door jongeren. En dat wij allemaal
Ik weet nog wel dat een aantal maanden geleden vroeg iemand aan mij, toen waren er in andere landen al heel veel jongeren aan het klimaatstaken. En toen vroeg een journalist aan mij, denk je nou ook dat dat in Nederland gebeurt? Want onze jongeren die zitten toch veel liever thuis op de bank. Dat was ongeveer wat de vraag aan mij. En toen zei ik tegen hem, van nou, ik zie best wel om me heen dat heel veel groepjes zich verzamelen. Ik hoor het ook omheen. Ik woon zelf in Nijmegen. Dat is een stad die best wel ook links en heel erg progressief is. Dus ik hoorde dat wel om me heen. En 3 weken later stonden daar gewoon 10.000 jongeren op het Malieveld. En dat vond ik zo mooi om te zien hoe dat in zo'n korte tijd, waren er verschillende groepjes aan het nadenken. Zeiden jongeren op een gegeven moment zelf, we gaan bij elkaar zitten. En een paar weken later stonden daar zo ontzettend veel mensen en hebben ook in Nederland de hele beweging ingezet naar meer bewustzijn. En wat ik daar vooral mooi aan vond, is dat de generatie van morgen, de mensen, jullie dus, die straks ook voor ons gaan bepalen hoe het verder moet, die stonden daar met z'n allen. Nou, dat even ter kleine inleiding. Maar het heeft natuurlijk alles met het onderwerp te maken, want ik ben hier gevraagd om iets te vertellen over het belang van jongerenparticipatie. Dit zijn denk ik 2 hele mooie voorbeelden. De klimaatstaking, maar ook dat je op scholen al hoort hoe het anders kan. Dat we ook op scholen bezig zijn met ook het onderwijs van de toekomst. En ik denk dat het op een aantal punten nog belangrijker maakt waarom jullie hier zitten. Maar waarom ook zoveel andere jongeren bezig zijn. Want als je wat wil veranderen, dan moet je zelf opstaan. Ik heb dat zelf ook geleerd toen ik jong was. Eigenlijk toen ik op de middelbare school zat, was ik helemaal nog niet zo bezig met participatie. Bij mij kwam dat toen ik ging studeren. En toen ik op een gegeven moment op de universiteit in Nijmegen dacht, ja, ik wil eigenlijk wel iets doen als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. En ik werd toen bestuurslid van de lokale studentenvakbond. Dat is een organisatie die zich in Nijmegen, de stad waar ik studeerde, bezighield met de kwaliteit van het onderwijs. En wat ik dat jaar vooral heb gedaan, is niet studeren, maar me bezighouden met ook allerlei acties, omdat er toen bezuinigingen aankwamen op het onderwijs. En wat ik in dit jaar ook heb geleerd, is hoe de politiek werkt. Dat was voor mij altijd een beetje, dat was gewoon ver van mijn bedje. Ik had helemaal niet goed door wat er hier gebeurde. En ik had ook helemaal niet zo goed door wat er nou in de gemeenteraad gebeurde. Maar juist omdat ik vanuit die lokale studentenvakbond ook een aantal keer protesten organiseerde, kwam ik ook in aanraking met Tweede Kamerleden. En wat mij toen opviel, was dat Kamerleden, in tegenstelling tot wat mensen heel vaak denken, ik ben niet alwetend. Ik ben woordvoerder onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport. Dat zijn 5 best wel grote portefeuilles. En ik weet niet tot in detail wat er allemaal speelt op die portefeuilles. Dat probeer ik wel, maar dat is voor mij gewoon onmogelijk. Dus wat ik nodig heb, zijn mensen die mij vertellen wat er anders moet. Dus wat ik heel vaak doe, is praten met bijvoorbeeld docenten. Dan vraag ik hen, wat zouden wij anders moeten doen om te zorgen dat jij je vak beter kunt uitoefenen. En datzelfde probeer ik ook met jongeren te doen. Ik ben bijvoorbeeld woord voor de jeugdzorg. Jeugdzorg is een best wel lastig onderwerp. Jeugdzorg is een heel breed onderwerp. We hebben het dan over jongeren die bijvoorbeeld hulp krijgen omdat ze dyslectisch zijn of omdat ze autisme hebben. Maar we hebben het ook over jongeren die heel erg met zichzelf in de knoop zitten en die soms ook tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. En wat mij opvalt, is dat we heel erg beredeneren vanuit professionals die wel weten hoe het met de jongeren moet. En wat ik probeer te doen is aan jongeren vragen, maar wat wil jij nu zelf? En wat me dan opvalt in al die gesprekken is dat jongeren vaak best wel goed weten wat ze willen. En dat valt me ook op bij leerlingen. In de klas weten leerlingen vaak best wel goed wat er zou moeten gebeuren om het onderwijs te verbeteren. Alleen hier in de Tweede Kamer zijn we daar veel te weinig nog mee bezig. Wij zijn heel vaak bezig met hoe moeten we het op papier regelen. En veel te weinig zijn we aan het vragen van wat willen jullie nou, zodat het onderwijs of de jeugdzorg of waar we ook mee bezig zijn, dat verandert. Nou, en daarom vind ik het zo mooi om jullie hier allemaal te zien. En vind ik het ook heel mooi om binnen te komen lopen terwijl jullie over een onderwerp bezig zijn waar ik in de Tweede Kamer het woord over voer. Omdat we volgens mij veel beter moeten luisteren naar wat jullie te vertellen hebben. Veel minder zelf moeten denken dat we het allemaal weten. En ik zou jullie ook vooral willen uitnodigen, dat kan denk ik dadelijk al wel even, om ook vooral aan mij mee te geven en aan al die andere Kamerleden mee te geven wat er nou anders zou moeten. Want ja, wat ik net al zei, jullie zijn wel degene die uiteindelijk bepalen hoe onze toekomst eruit gaat zien. Maar jullie zijn ook degene die veel beter dan dat ik dat weet, want voor mij is het ook al een tijd geleden dat ik die schoolbanken verdiend. Dus jullie zijn ook degene die veel beter dan ik weten wat anders zou moeten. En ik zou jullie vooral willen vragen om dat ook aan mij te vertellen.
Nou, dank u wel. We hebben eerst als voorzitters een vraag voor u. Ja. Want wij vinden dat natuurlijk heel belangrijk dat het MEP hier zo blijft bestaan. Maar wat was voor u nou de motivatie om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk kon blijven bestaan? Ja, misschien dat ik ervoor heb gezorgd is wat veel eer hoor. Kijk, het is natuurlijk zo dat we in de Tweede Kamer aan het nadenken zijn van hoe kun je jongeren beter betrekken. En dan is een subsidievorm is een bepaalde. Hè? Op zo'n manier kun je ervoor zorgen dat ook nou, jullie hier kunnen zitten, dat in dit hele land, ik las dat er 3000 jongeren bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk een heel groot aantal en dat is hartstikke belangrijk voor ons. Dus dat is een overweging. En tegelijkertijd denk ik ook, vind ik ook, dat er veel meer andere manieren ook nog veel beter gestimuleerd zouden moeten worden. Dus ik ben ervoor dat we niet alleen ervoor zorgen dat jullie kunnen doen wat je aan het doen bent, maar dat we op veel andere manieren ook nog jongeren blijven betrekken bij dit soort projecten. En daar wil ik nog wel één ding bij zeggen, want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier zitten. Dat vind ik ook leuk omdat ik Kamerlid ben en dan is het natuurlijk leuk om de plenaire zaal een keer zo vol te zien met jongeren. Dat is ook eens een keer wat ander gezicht. En tegelijkertijd gebeurt het echt lang niet allemaal hier. Tegelijkertijd gebeurt het ook voor een heel groot deel in die gemeenteraden. En gebeurt het ook voor een heel groot deel gewoon bij, nou, op school, bij verschillende verenigingen. Dus ik zou ook vooral zou ik aan jullie willen meegeven, aan de jongeren die hier zitten, maar ook aan alle andere jongeren. Word ook daar actief. Zorg ervoor dat je in het bestuur van bijvoorbeeld je voetbalclub komt. Of zorg ervoor dat je op school in de leerlingenraad komt. Of zorg ervoor dat je in je eigen dorp of in je eigen stad actief wordt. Want daar is het net zo hard nodig om jullie stem te laten horen als dat hier gebeurt. Dank u wel. Heeft iemand dan een vraag voor mevrouw Westerveld? Of misschien wel iets dat beter kan in ons onderwijs, waar zij misschien dan weer wat aan heeft? Kroatië? U mag gewoon naar voren toe lopen hoor. Ja, dat is soms even wennen, maar zo doen we dat ook altijd. Omdat je vanuit de zaal natuurlijk niet zo goed kunt horen wat je zegt. Heeft u nog een groot bepaald doel wat u wilt halen binnen de politiek? Ik heb een mooie vraag. Ja, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik heb heel veel dingen die ik nog zou willen doen. En om heel eerlijk te zijn, de tijd is vaak veel te kort om alles te willen doen wat je zou willen bereiken. Er zijn wel een aantal punten, nou, we hebben bijvoorbeeld woord voor het onderwijs. Wat ik zou willen doen is dat we echt ervoor zorgen dat we stappen zetten om het lerarentekort te verminderen. Want er komt een enorme, we hebben nu al een lerarentekort, wordt alleen maar groter. Er moeten veel meer stappen gezet worden, maar dat is iets wat ik niet alleen kan. Sterker nog, daar hebben we een heel groot deel van de Tweede Kamer voor nodig, want daarvoor zijn er meer investeringen in het onderwijs nodig. En wat ik ook aan het doen ben, is een project waar we wel zelf op binnen GroenLinks mee bezig zijn, is ervoor te zorgen dat in de jeugdzorg jongeren veel beter gehoord worden. Ik zei er in mijn inleiding al iets over. Maar wat ik echt merk, is dat vooral als het gaat over zorg en jongeren die bijvoorbeeld psychische problemen hebben, trouwens ook zorg aan jongeren die lichamelijke problemen hebben, dat daar nog veel te veel wordt gekeken naar regels en naar indicaties en wat mag wel en uit welk potje moet het worden betaald. Terwijl volgens mij vooral de vraag belangrijk is van wat wil jij nu en hoe kunnen hulpverleners of docenten helpen om ervoor te zorgen dat ze jou het beste kunnen helpen. En dat is echt een heel groot speerpunt voor mij binnen de jeugdzorg. Oké, dank u wel. Het was ook heel erg leuk, want dat in de Tweede Kamer wordt bijna nooit bedankt. Dat vinden we straks hier ook al. Ook leuk om dat een keer te horen. Nou, normaal gesproken mogen ze ook niet danken voor het woord hoor. Is er dan nog een vraag vanuit de zaal? Duitsland? Mevrouw, ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen en bij ons hebben we nu 3 middelbare scholen. Er waren er vorig jaar nog, nee, 2 jaar geleden nog 4. 2 van deze scholen zijn gefuseerd. Een daarvan was christelijk en de ander was openbaar. Bij ons dachten ze dat het een goed idee was om deze fusie in 1 jaar te laten volbrengen. Nu is er pure chaos bij ons op school. Alles is mislukt. ICT doet het niet. Ze verwachten dat ze binnen 2 weken het hele systeem goed op orde konden brengen.
We kunnen nog steeds niet op magister vertrouwen. De cijfers kunnen nog niet erop geplaatst worden. Leraren worden niet ingelicht over wat er überhaupt aan de hand is op school. Leerlingen worden niet ingelicht over wat er überhaupt is aan de hand is op school. En volgens mij weet de organisatie ook niet wat er überhaupt aan de hand is op school. Gelieve stilte in de zaal. Naam van de school is het Lodewijk College. Mij lijkt me dit wel belangrijk voor u om te weten. Misschien zijn er meer mensen hier die zulke problemen ervaren op school. Dit kan eventueel wel behandeld worden op landelijk niveau. Ja, ik wist dat deze problemen zijn, wist ik niet. Dat is precies waarom ik straks ook tegen jullie zei. Hè? Je kunt als je woordvoerder bent of heel veel portefeuilles, zelfs als ik alleen maar de onderwijsportefeuille heb, dan moet je heel veel dingen horen. Juist van leerlingen, van leraren. En ik zou jou willen vragen om dit even op de mail te zetten. Gewoon mail mij even met dit probleem. Want dan kan ik ook even met de andere collega's in de Kamer overleggen. Van moeten we dit eens voorleggen aan de minister? Zou de minister hier eens naar moeten kijken? Want dan kan ik moeilijk vanaf hier nu aan je zeggen van, ik ga er sowieso achteraan. Maar ik kan moeilijk nu al zeggen of wij dit ook in grote verband kunnen aankaarten. Maar ik loop straks even naar je toe, dan geef ik mijn mailadres. En dan zou dat heel fijn zijn als je dat even op de mail kunt zetten. Dan kan ik die ook met mijn collega's van andere partijen bespreken. Met hen bespreken. Want dat is vaak ook wel handig dat je dingen samen doet hier. Dank u wel. Zo'n groot probleem hier even neerlegt, met de naam van de school erbij. Gelieve stilte in de zaal. En dit ook behouden als mevrouw Westerveld aan het spreken is. Dan nog een laatste vraag uit de zaal. Finland uit de commissie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een hele simpele vraag. U zit hier, volgens mij zijn met plus minus ongeveer 150 jongeren en dan hebben we nog niet eens de voorzitters erbij gerekend. Dan vraag ik mij toch af, en dat is toch een vraag wat de laatste tijd al vaker opleidt, ook wel binnen de Kamer volgens mij. Hoe gaat het nou met het stemrecht van 18 naar een leeftijd daaronder? Hoe staat u daarin? Wat een mooie vraag. Trouwens, ik heb ook nog bijna nooit dat de publieke tribune zo vol zit, hoor. Dus dat is ook wel heel erg. Ik zit hier met veel meer dan 150 mensen. Mag ik even aan jullie even mijn hand opsteken? Kun je ook snel, wie is er voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd? Er zit een. Ik vind het een hele goede vraag, want ook dit is een hele actuele discussie. Er is een tijdje geleden bij GroenLinks staat het in het verkiezingsprogramma, dus wij zouden dat willen, dat het verlaagd wordt, de stemrecht. Het lastige is dat je daarvoor de grondwet moet aanpassen. En dat schijnt, ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar dat schijnt heel erg ingewikkeld te zijn. En ook een heel lang traject. Ik heb toevallig 2 dagen geleden voor het eerst daar in dat vak gezeten, omdat ik toen een ander initiatiefwet aan het verdedigen was. Die ging over dat wij vinden dat ik samen met een collega van de SP geschreven, die ging erover dat we vinden dat de vrijwillige ouderbijdrage op school, als ouders die niet kunnen betalen, dat nooit mag leiden tot het uitsluiten van leerlingen. Ze hebben met die initiatiefwet zijn we ongeveer 1,5 jaar bezig geweest. Dat is niet omdat het schrijven nou zo heel moeilijk is, want we hadden al vrij snel door welk deel van de wet we moeten veranderen, maar wel alle procedures die dan volgen. Want je moet zoiets eerst voorleggen aan mensen uit het onderwijsveld, je moet formele reacties vragen, je moet het met je collega's bespreken, je moet het met juristen bespreken, je moet het met het ministerie bespreken, dan gaat het naar de Raad van State, nou, dan komen we weer terug naar de advies, dan moet je advies weer aanpassen. Nou, zo kan ik wel even doorgaan, het duurt ongeveer 1,5 jaar in ons geval. En de grondwet aanpassen schijnt ook veel ingewikkelder te zijn. Wat wij als GroenLinks nu doen is dat we even wachten tot het rapport dat een tijd geleden is uitgekomen over hoe zou nou de democratie er het beste uit kunnen zien. Daar is over een paar weken mee een debat over in de Tweede Kamer met een van mijn collega's. En wij hopen dus dat omdat de minister die hierover gaat, Ollongren ook al heeft gezegd, ik zie er wel wat in. Wij hopen dus dat het ministerie van haar aan de slag gaat met die wijziging.
En als we dat niet gaan doen, dan zitten we er ook zelf over na te denken. Van, moeten wij hier nou een eigen wet op gaan schrijven? Maar dat is voor een minister, want die heeft een heel ministerie die voor haar werkt. Is dat wat makkelijker dan voor Kamerleden die wat minder ondersteuning hebben? Dus voor ons is het wel een belangrijk punt, maar wij hopen dus dat de minister ermee in de slag gaat. En zo niet, dan denken we erover om daar zelf iets mee te doen. En dat is dus, ja, wat ik net zei, best wel een beetje lastig vanwege de grondwetswijziging. Maar het staat bij ons in ieder geval op de agenda. En ik vind het heel mooi dat het hier ook wordt genoemd. In dat geval heel erg bedankt. Wij moeten verder, maar het was super leuk om dit te horen. En namens heel MEP, ja, hopen we dat dit natuurlijk een beetje invloed heeft. En dat misschien de school van de gedelegeerde van Duitsland verbetering in komt. Ja, nog één ding, ik zei net, hè, van weet ons ook te vinden. Dat kan bij de meeste Kamerleden ook best wel makkelijk, want al onze mailadressen die zijn gewoon openbaar. Dus ik zou jullie ook willen zeggen, als er iets is waar je mee zit, zoek even op welk Kamerlid gaat erover, zoek even op welke politieke partij wil ik daarvoor hebben. En mail ons gewoon. En je hebt ook nog dat best wel veel Kamerleden, waaronder ik zelf, zijn ook best wel goed bereikbaar via de sociale media. Maak daar, ja, dit is een open uitnodiging, maak daar gewoon gebruik van. En ik kan in ieder geval voor mezelf zeggen dat ik altijd probeer om op mensen te reageren, maar volgens mij doen de meeste collega's voor mij datzelfde. Dus weet ons vooral te vinden als jullie iets te zeggen hebben of sluit je aan bij een organisatie van een politieke partij. En kies dan vooral waar je het beste mee thuis voelt. Dan is het nu toch echt weer tijd om verder te gaan. En we waren gebleven bij de amendementen. Dus dan zou ik graag vragen of de gedelegeerden van Luxemburg en van Slovenië weer naar voren willen komen. Het amendement ging om een toevoeging aan clausule nummer 5. Zijn hier vragen over vanuit de zaal? Polen. Voorzitter, ik wil graag aan beide partijen vragen. Waarom is er specifiek gekozen voor sportorganisaties en scholen? Want het probleem heerst op meerdere plekken, neem ik aan. Voorzitter, een sportcampagne hebben we specifiek gekozen omdat je binnen sport heel veel kan doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de campagne van UEFA, Say No to Racism. Andere vlakken pakken wij zeker ook aan door middel van reclame willen wij dit doen, door maken van sites, maar ook door het geven van cursussen, verandering binnen heel de maatschappij, dus elke bevolkingsgroep en elk hoekje van onze maatschappij aan te pakken, zodat wij uiteindelijk iedereen de rechten kunnen geven die hij of zij of wat dan ook verdient. Graag weer orde in de zaal. Gedelegeerde van Luxemburg. Voorzitter, allereerst is de sportorganisatie natuurlijk ook volledig terecht, daar sluit ik dan ook bij aan. Zelf heb ik dit verrijkt, of wil ik dit graag verrijken, tot het onderwijs. En dit voornamelijk met daarmee wil ik graag verwijzen naar de afgelopen media. Dus ik heb zelf wat citaat genoemd, bij ons op school kunnen homo's wel homo zijn, maar niet homo doen. Maar ik wil ook graag bijvoorbeeld verwijzen naar een Den Haagse school waar juist een lespakket werd aangeboden die ook zich tegen deze groepen keerde. En mijn eigen land, die ziet het probleem ook. Ik zit zelf dus bij Luxemburg. En in Luxemburg vindt op dit moment een onderwijstransitie plaats. Daar is eerst heel veel bijzonder onderwijs geweest. Ook meer dan 80% is daar gelovig. En daar zegt Luxemburg, overigens het land met de eerste homoseksuele president, wij willen nu geen bijzonder onderwijs meer. Juist wij willen naar openbaar onderwijs, ook al zijn wij zo gelovig, zodat wij ons ook kunnen verplaatsen in die minderheden. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Jazeker, dank u wel. Wel zou ik graag willen toevoegen, aangezien Luxemburg ook zijn standpunt gaf. Polen zou zo liefst mogelijk, zo min mogelijk openbare reclame. Dus daarom zijn openbare scholen reclames voor LHBT+ rechten eigenlijk niet echt ontstaan. Een nieuw punt, een nieuwe vraag vanuit de zaal voor de commissie of de gedelegeerden. Frankrijk.
Ja, voorzitter. Ik zou de gedelegeerde van Slovenië graag willen vragen waarom hij in zijn betoog zojuist meerdere malen zegt dat de EU niet bevoegd is om invloed uit te oefenen op het onderwijs, terwijl de gedelegeerde van Luxemburg toch meerdere malen duidelijk benadrukt heeft dat het gaat om een campagne en zeker niet om een verplichting. Reactie vanuit de commissie. Voorzitter, ik wil graag reageren op de gedelegeerde van Frankrijk. Wij hebben inderdaad geen bevoegdheid als commissie zijnde om iets aan het onderwijs daadwerkelijk aan te passen. Natuurlijk is het mogelijk om een campagne toe te voegen aan het onderwijs. En daar zouden wij dan ook zeker voor zijn in de landen waar dit mogelijk is. Maar het is erg moeilijk om het LHBT+-beleid aan te passen. Dit verschilt heel erg per lidstaat, zoals eerder is gezegd. Daarom kiezen wij voor een heel erg regionaal beleid, aangezien die verandering van binnenuit moet komen. Wel willen wij deze verandering supporten door middel van reclame, campagnes en verschillende andere manieren. Waardoor bijvoorbeeld in Luxemburg het al wel mogelijk is om dit soort cursussen te geven. Het afschaffen van speciale scholen vind ik heel erg ver gaan. Maar in Polen zij nog rustiger aan kunnen doen, wel kunnen tolereren, maar wij nog niet verwachten dat zij nog net zo tolerant zijn als Nederland, aangezien het een proces is en processen gaan niet binnen dag en nacht, het duurt jarenlang. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Voorzitter, jazeker. Dan gaan we over op een laatste vraag over dit amendement. Nederland. Voorzitter, allereerst vind ik het schokkend dat dit amendement wordt ingediend. Christenen worden hier neergezet alsof ze allemaal homofobisch zijn. Natuurlijk zijn er radicaal religieuze scholen, maar christelijke scholen worden hier neergezet alsof ze allemaal anti-LHBT zijn. Als tolerante christen raakt mij dit persoonlijk. Ik vind het jammer dat religieuze scholen zo gestereotypeerd worden, of ze nou boeddhistisch, joods of wat dan ook zijn. Het is een impact op onze religieuze vrijheid en dit is niet waar FEM voor moet staan. Want FEM hoort juist zwakke groepen een hart onder de riem te steken. Dus dan kom ik nu tot mijn vraag. Hoe bent u van plan om religieuze vrijheid te behouden en het recht daarop als u dit amendement invoert? Reactie van de gedelegeerde van Luxemburg. Voorzitter, allereerst ben ik zelf geraakt door uw punt. Echter, zelf ben ik ook een christen. Ik ben zelfs vroeger misdienaar geweest in de katholieke kerk. En ook ik vind dit juist wel een goed punt. Dus ook binnen het christendom zie je verschillen. En deze verschillen zijn nogmaals mogelijk omdat ik niks verplicht stel, enkel een campagne. Maar goed, ik wil nu graag terugkomen op uw punt. Hoe wil je dan toch zover krijgen en niet tegen de vrijheid van religie ingaan? Dat wil ik door het volgende doen. Hiermee wil ik ook verwijzen naar Luxemburg. In Luxemburg zeggen wij, je wordt niet ontsloten van jouw religie. Je kunt gewoon je religie volgen. Dat is juist de vrijheid die wij willen uitstralen. Echter, daarnaast zeggen wij, buitenschool kun je altijd nog naar je kerkgemeenschap gaan. En daarmee heb je overigens ook twee vliegen in één klap. 1. Openbaar onderwijs. En 2. Je kerkgemeenschappen worden uitgebreid omdat ze ook nog eens naar scholen worden bezocht. Dus je kan juist ook een positief effect hebben voor deze religies. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Nee, voorzitter. Want waarom zou je dan niet gewoon radicaal religieuze scholen sluiten? Het enige wat dit uitvoert is gewoon normale religieuze scholen een beetje pesten. En ik vraag me ook af wat dit doet voor de LHBT-gemeenschap. Een laatste reactie hierop? Allereerst op uw laatste vraag wat het doet voor de LHBT+-gemeenschap. Ik denk dat dit een positieve bijpunt is voor die LHBT+-gemeenschap, omdat het zojuist ergens extra focust op die scholen die niet per se altijd radicaal zijn, maar soms dus ook wel, die dus uitstralen, wij zijn tegen minderheden zoals homo's of wellicht, we hebben daar een klein negatief punt over. En nogmaals, je hoeft niets te verplichten. Je wordt aan de school zelf overgelaten of je het wel of niet gaat doen. Dus het is niet zo dat wij christelijke scholen, waar ik overigens zelf ook op zit, dit soort dingen verplichten. Het kan zo zijn dat een normale school die christelijk is, goed bezig is en daar zeggen wij niets tegen. We steken enkel een campagne op. Dank u wel, dan mag iedereen weer plaatsnemen. En dan vraag ik de delegatieleiders om snel maar stil de stemmen te verzamelen. Ja.
zaal zodat we kunnen beginnen met het stemmen. Bulgarije, 3 voor, 4 tegen. Duitsland, 3 voor, 4 tegen, 0 in onthouding. Er hoeven geen onthoudingen genoemd te worden bij amendementen. Willem stemt, 9 voor, 0 tegen. Frankrijk, 5 voor, 2 tegen. Griekenland, 0 voor, 8 tegen. Italië, 0 voor, 9 tegen. Kroatië, 7 voor, 0 tegen. Letland, 1 voor, 6 tegen. Luxemburg, 7 voor, 0 tegen. Malta, 6 voor, 3 tegen. Nederland, 0 voor, 9 tegen. Polen, 0 voor, 9 tegen. Slovenië, 4 voor, 5 tegen. Spanje, 4 voor, 4 tegen. Tsjechië, 2 voor, 5 tegen. Zweden, 6 voor, 1 tegen. En dan de stemmen vanuit de commissie. Er moeten 14 tegen. 0 voor en 14 tegen. Graag stilte in de zaal behouden. Dan is dit amendement met 57 stemmen voor en 83 stemmen tegen niet aangenomen. Er die niet geklapt worden. Deze aanpassing aan de resolutie gaat dus ook niet door en niet weer doorgestreept worden. Dan gaan we verder op de voorspeech vanuit de zaal. Wie mag ik daarvoor de beurt geven? Griekenland. Point of order. Voorzitter, ik wil u wijzen op het motto van de EU, Invariata Concordia. Dat staat voor in verscheidenheid verenigd. Bij ons in de EU maakt het niet uit wat of wie je bent. Man, vrouw, trans, klein, groot, homo of hetero. De wereld is echter een droom. Maar zoals iedereen weet, zijn dromen bedrog. Daarom hebben wij een oplossing nodig om deze dromen te realiseren. Deze resolutie maakt het vraagstuk van femme helemaal waar en zorgt dat de LHBT+ emancipatie bevorderd wordt. Het is 2019 en het kan echt niet meer dat mensen nog steeds worden aangevallen op basis van hun genderidentiteit of seksuele geaardheid. Toch gebeurt het maar al te vaak, zonder dat die zware consequenties aan vastzitten. In sommige landen kom je hier zelfs helemaal mee weg. Commissie FEM zorgt ervoor dat er in de toekomst wel degelijk zware consequenties zullen zijn. Daarnaast begrijpt FEM heel goed dat de favoriete bezigheid van miljoenen Europeanen, waaronder ikzelf, het kijken naar sport is. Zij stellen dus voor om campagne te voeren via bijvoorbeeld de Champions League of een ander groot sportevenement. Zoals de commissielid net al zei, dat het ook al eerder bleek te werken bij de No to Racism campagne van de UEFA. En als je kijkt, een campagne via voetbal of een ander goed bekeken sport, zoals jongeren tegenwoordig zouden zeggen, gast, tof is dat. Dit en veel meer goede initiatieven heeft de commissie FEM perfect verwerkt in de resolutie. Dus stem voor gelijkheid, stem voor mensenrechten, stem voor de commissie FEM. Wie uit de zaal mag ik dan de beurt geven voor een tegenspeech? Malta. En een verzoek aan de hele zaal om alsjeblieft stil te blijven op het moment dat iemand spreekt. Dat is wel zo respectvol voor elkaar. Voorzitter, anders zijn. Iets wat in deze maatschappij steeds meer, maar nog steeds niet voldoende, geaccepteerd en gewaardeerd wordt.
Deze resolutie hoort voor de gemeenschap te zijn, maar biedt de jeugd, de toekomst, geen enkele vorm van persoonlijke of specifieke aandacht. Geen enkele vorm van menselijk contact of gerichte hulp. Deze resolutie staat vol met punten waardoor de maatschappij kan wennen aan anders. Maar hoe kunnen de mensen, de jongeren die wij als anders bestempelen, wennen aan zichzelf? De commissie stelt rolmodellen en oppervlakkige kennis voor. Maar dit lijkt voornamelijk afgesteld op de normale burger. En is voor onzekere jongeren te ver van huis. Voor de hand liggende oplossingen als mentorsystemen, een verbeterde anti-pestbeweging en aangepaste seksuele voorlichtingen blijven weg. En dit is zonde, want zolang de jeugd, de toekomst, zichzelf niet snapt, blijft de emancipatie van de LHBT+-gemeenschap weg. Een ander punt. In OC3 lijkt de commissie discriminatie te willen bestrijden met discriminatie. Hier staat namelijk dat straffen voor geweldpleging bij discriminatie op basis van seksuele geaardheid zwaarder moeten zijn. Dus zwaarder dan bij normale discriminatie. Deze resolutie kan de emancipatie niet verhogen door positieve discriminatie in te zetten. Door een opvallende en kwetsbare groep zo negatief te belichten, isoleert de commissie deze juist, in plaats van de emancipatie te verhogen. Kortom, deze resolutie is onvolledig. Deze resolutie mist zekerheid en persoonlijke aandacht voor de jeugd en probeert de ene vorm van discriminatie met de andere op te lossen. Dank u wel. Wie uit de commissie mag ik de beurt geven voor een reactie op de tegenspeech? Duitsland. Voorzitter. Wij, commissie FEM, staan volledig achter onze resolutie en vinden niet dat wij discriminatie bestrijden met discriminatie. Jongeren hebben bij ons de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. En ik denk dat de gedelegeerde een beetje kortzichtig met een vooroordeel naar onze resolutie heeft gekeken. Jongeren kunnen wel gespecialiseerde en gerichte hulp krijgen. We hebben het heel vaak over LHBT+-organisaties. Deze organisaties kunnen hulp op persoonlijk gebied, maar ook demonstraties betreffen. Er is nooit gezegd dat die organisaties alleen maar demonstraties of campagnes uitvoeren. Verder, de mensen kunnen zich normaal voelen als het idee van anders zijn, zoals u dat beschreef, normaal gevonden wordt. Wij willen de gendernormen normaal trekken en de LHBT+-gemeenschap laten wennen aan de gemeenschap door onze campagnes en onze reclame. Als iedereen meer wendt aan het idee, dan vinden mensen het ook normaal, waardoor dat de mensen zich ook normaal gaan voelen. Dit is een cyclus, een cirkel. Verder, OC3. Discriminatie bestrijden met discriminatie. Een beetje kortzichtig, niet? Vanaf het moment dat iemand geweld pleegt tegen iemand, op basis bewezen door discriminatie, pleeg je een dubbele misdrijf. Als dit bewezen kan worden door bijvoorbeeld camerabeelden met geluidsopname of andere feiten, kan de persoon dus gestraft worden op een dubbele misdrijf en een hogere straf. Verder, isoleren wij deze mensen van de maatschappij? Ik denk het niet. We betrekken ze juist. We laten iedereen zien dat ze normaal zijn en dat niet anders. Anders is het niet. Zoals we al zeiden, hoe je ruurt, iedereen is hetzelfde. Kijk even naast je. Als deze persoon nou trans blijkt te zijn, of een ander geslacht dan je eerst zou gedacht hebben. Als deze persoon nou hetero zou zijn of homo. Maakt dat uit om de persoonlijkheid en het talent van de persoon naast je? Nee toch? Het blijft op dezelfde mensen waar jij één team mee vormt. Dat moeten we samen doen met de EU. Eén team vormen. Ongeacht hoe jij je voelt of hoe jij je wilt identificeren. Dank u wel. Dan graag een punt uit de zaal. Polen. Voorzitter, beste kompanen, ik wil even op de weerlegging van de commissie reageren door het kende programma Sluisgoeds op een andere manier te quoten. Is het aan de commissie om te vinden wat discriminatie is
Dat denk ik niet. Discriminatie is het irrelevant beoordelen van iemand op basis van ras, godsdienst, geloof en andere kenmerken. Als we, zoals in de resolutie staat, mensen gaan beoordelen, of tenminste misdrijven gaan beoordelen, op het soort discriminatie wat het motief was, plegen we discriminatie. Dat staat in het verdrag van de rechten van de mens, waar de commissie net ook al over begon. Het staat ook op artikel 1 van onder andere de Nederlandse grondwet. Bovendien willen ze in IC 1 nog een keer bevolkingsgroepen over één kam scheren door te zeggen dat bevolkingsgroepen in de EU zich intolerant opstellen. Dat kan niet, omdat bevolkingsgroepen ook niet over één kam moeten worden geschoren. We hebben het hier over vooroordelen en nu wordt een hele nieuwe gecreëerd. Bovendien willen ze in OC 9 letterlijk de persvrijheid negeren door expliciet LHBT+ rolmodellen publiciteit te geven. Hoe het er nu staat, zal de overheid de nieuwsoutput gaan beïnvloeden. Een actie in Europa die eigenlijk al decennia niet goedgekeurd wordt. Ik roep de hele Kamer op om deze resolutie niet te steunen, aangezien er discriminatie en de beperking van persvrijheid in voorkomt. Een reactie hierop vanuit de commissie? Finland? Voorzitter, ja, even kijken naar de punten die mijn mede-parlementariër probeerde te maken in ieder geval. Hij begon over ICA, zich bewust van bevolkingsgroepen in de lidstaten van de Europese Unie die zich intolerant opstellen jegens de LHBT+ gemeenschap. Ik wil eigenlijk alle mede-parlementariërs hier even wijzen dat hier niet staat alle bevolkingsgroepen in de lidstaten. Dit is gewoon een foute interpretatie. Ik denk dat mijn mede-parlementariër zich gewoon even vergist heeft. Bij IC 7 eist dat er bij publieke instanties richtlijnen worden aangescherpt aangaande de LHBT+ gemeenschap. Daar komen we eigenlijk over het stukje discriminatie aan. De richtlijn die wij hier willen aanscherpen is de richtlijn Algemene Wet Gelijke Behandeling, discriminatie op basis van afkomst, staat daar op het moment al in. Daarnaast staat er ook in dat je niet mag discrimineren op basis van het gender man en vrouw. Dit willen wij verbreden, zodat ook de LHBT+ groep hierin niet meer gediscrimineerd kan worden. Dus even kijken, daarnaast kwam de gedelegeerde nog aan met OC 9. Beveelt aan dat lidstaten de lokale LHBT+ rolmodellen steunen door aan publiciteit te geven. Dit hoeft niet per se in de pers te zijn. Dit kan op allerlei varianten van media zijn. Sterker nog, tegenwoordig heeft het veel meer zin om dit soort punten duidelijk te maken via sociale media. Dus dan spreken we over onder andere Instagram, Facebook, Twitter en dergelijke. Net wat er in die bepaalde regio gebruikt wordt. We hebben het hier niet over het indoctrineren van de pers. We hebben het hier over bekendheidsvragen van en voor de LHBT+ gemeenschap. Heeft iemand vanuit de zaal hier een reactie op? Italië. Voorzitter, eigenlijk de commissie vraagt of het wel handig is om via sociale media dit soort boodschappen over te brengen, aangezien je via sociale media heel vaak anoniem opmerkingen en dingen kunt vertellen over mensen en mensen hier waarschijnlijk heel erg door gekwetst raken. Een reactie hierop vanuit de commissie? Malta. Voorzitter, als allereerste wil ik nog een keer wat dingen ophelderen. Als we het hebben over de pers, dan hebben wij bijvoorbeeld ook rolmodellen op tv laten komen en uit laten komen wie ze zijn, bijvoorbeeld Paul de Leeuw op Nederlandse televisie. Dan over het punt van sociale media. Naast negatieve comments zijn natuurlijk ook positieve comments, maar ik snap dat het punt van mijn mede-parlementariër. Ik zou er eigenlijk aan alleen maar willen toevoegen dat zoiets natuurlijk te verwachten valt, maar dat wij ook niet kunnen zeggen dat dat niet mag. En we moeten juist zorgen dat
juist het punt van persvrijheid gewaarborgd blijft. Dus negatieve punten zijn ook nodig. Maar we willen dus ook gaan voor een niet-totale acceptatie. We hebben het hier over tolerantie. En tolerantie betekent dat er überhaupt een debat wordt opengemaakt. Dat er überhaupt over wordt gesproken. En dat mensen dus ook kunnen wennen aan het feit dat deze gemeenschap in de media wordt geplaatst. En dat deze ook wordt omarmd. Heeft de gedelegeerde van Italië nog een reactie op? Ja, voorzitter. Zodra we alsnog die campagne gaan doen op sociale media, hoe verwacht u dan dat de vergrijzende bevolking van de Europese Unie hierop gaat reageren? Hoe verwacht u dan dat de mensen die geen sociale media hebben en geen tv kijken in Oostbloklanden hierop gaan reageren? Is er bijval vanuit de zaal voor de commissie? Luxemburg? Voorzitter, als eerste wil ik zeggen dat het erg voorzichtig lijkt vanuit Italië om te denken dat niemand in het Oostblok social media gebruikt. Er is degelijk wel een grote levendige community van slaven online. Iedereen die een online game heeft gespeeld weet dat. En de vergrijzende bevolking, daar gaat de politie op een andere manier. Dan gaan ze kijken naar de manier van tv-campagnes. Het is niet uitsluitend van social media-campagnes. Dan is bij deze dit punt afdoende behandeld. Mag u weer plaatsnemen. Een nieuw punt vanuit de zaal. Letland. Voorzitter, in OZ2 gaat het over het orgaan Natalisa. Dat over de acceptatie van de LHBT-plus gemeenschap praten. In OZ5 gaat het over een ander orgaan, EOGA. Wat naar mijn mening ook over acceptatie van deze gemeenschap gaat. Waarom zijn er twee organen opgericht die naar mijn mening over hetzelfde gaan? Gerieven de bordjes pas omhoog te doen als ik hier om vraag. Reactie vanuit de commissie. Letland. ILGA is er echt, voorzitter. ILGA is er echt een campagne uit te voeren. Natalisa is echt om toezicht te houden op of de tolerantie echt nageleefd wordt. Wilt u hier nog een reactie op geven? Nee, voorzitter, ik denk dat ik het. Een nieuw punt vanuit de zaal. Duitsland. Voorzitter, ik wil iedereen graag meenemen naar OC10. Die eist het verbieden van onder andere homogenezing. Neem dit voorbeeld. Een kerk in Albanië heeft dit als een van zijn activiteiten. En de commissie eist vervolgens dit bij wet te verbieden. Dit schendt ten eerste de soevereiniteit van in dit geval Albanië. En ook zal het een van de burgerlijke vrijheden schenden, namelijk vrijheid van vereniging. Ten tweede, Albanië is een Balkanland. En over het algemeen zijn deze landen vrij conservatief. Het kan zijn dat dit niet goed ontvangen wordt onder deze landen. En ik vraag, wat gaat de EU dan doen? En denkt de commissie hier bevoegdheid over te hebben? Een reactie vanuit de commissie. Zweden. Voorzitter, jazeker denk ik hier bevoegdheid over te hebben. Bij homogenezing zijn vaak schadelijke procedures. En dit gaat dus tegen de strijd van de mensenrechten die we in de EU ook hebben staan, waar de wetten zich aan moeten houden. Dus als het schadelijke procedures zijn, dan kunnen we hier daadwerkelijk wel wat aan doen als EU. Heeft u hier nog een reactie op? Ja, voorzitter. Ik wil de gedelegeerde graag erop laten wijzen, wat ook een goede zin is, dat je dan de nationale wetgeving van lidstaat gaat wijzigen en dat de soevereiniteit aantast. Is hiervoor reactie, is hiervoor bijval vanuit de zaal? Italië?
Voorzitter, ik wil bijval geven aan mijn gedelegeerde van Duitsland. Het is inderdaad zo dat als je wetgeving in een land wil veranderen en dit vanuit de Europese Unie gaat doen, dat je dan de soevereiniteit van een land aanvalt. Want elk land in de Europese Unie heeft een eigen soort wetboek en heeft een eigen verkiezingsstelsel en die partijen maken de wetten zelf. En in veel landen zijn er nogal veel conservatieve partijen die het helemaal niet eens zijn met de standpunten die opgeschreven zijn. In wat toezicht wordt gehouden door Natalisa, als ik het goed heb. Dus ik denk dat dit niet mogelijk is. Ik vroeg om bijval voor de commissie. Dus wilt u graag weer plaatsnemen? Heeft iemand dan bijval voor de commissie vanuit de zaal? Tweede. Voorzitter, als ik goed heb geluisterd naar de commissie, dan gaat het hier om schadelijke homogenezing en niet om een wetswijziging. Wanneer mensen ingrijpen bij schadelijke homogenezing, denk ik eraan dat mensenrechten worden geschend en niet een wetswijziging. En de laatste reactie voor de gedelegeerden. Voorzitter, ik wil iedereen graag aanduiden dat in de resolutie staat homogenezing, niet schadelijke homogenezing. En daar eerder werd ook genoemd door de commissie dat ze überhaupt niet eens de regelgeving in scholen kunnen veranderen. Dus hoe willen ze dat in de nationale wetgeving gaan doen? Dank u wel, dan mag u weer plaatsnemen. En gelieve nog steeds stilte te behouden in de zaal, zodat iedereen alles goed kan horen. En nieuw punt vanuit de zaal. Griekenland. Voorzitter, wij willen graag met verheldering van de commissie over OC3. Daarin staat, acht noodzakelijk in alle lidstaten van de Europese Unie zware straffen op te leggen voor geweldpleging waarbij discriminatie op basis van seksuele aardigheid en er... Dan vraag ik mij af, wat verstaat de commissie onder zwaardere straffen? En is het de bedoeling van de commissie om deze straffen gelijk te stellen in alle landen van de EU? Een reactie hierop vanuit de commissie. Slovenië. Voorzitter, ik wil graag reageren op de gedelegeerde van Zweden. Nee, dit hoeft niet per se gelijkgesteld te zijn. Wat belangrijk is, is dat discriminatie, of dat nou op ras is of op gender, in al heel veel EU-landen en volgens de vlag van de rechten van de mens natuurlijk niet oké is. Als wij... door dit zwaarder te stellen, laten wij dus zien dat één discriminatie niet oké is, één mishandeling niet oké is. En omdat dit op sommige landen nog niet expliciet wordt vermeld bij elk gender dat hier als zwaarder wordt gestraft, maar al wel bij racisme, willen wij dit erbij zetten. Heeft iemand vanuit de zaal hier een reactie op? Polen? Voorzitter, dan vraag ik me af waarom het niet zo in de resolutie staat. Een reactie hierop vanuit de commissie. Malta. Voorzitter, misschien is inderdaad de zinsvorm wat ongelukkig gekozen, maar wat de commissie bedoelt, is dat op het moment dat er geweldpleging wordt gepleegd, wegens dus met daarbij discriminatie wegens seksuele geaardheid en genderidentiteit, dat er inderdaad voor zwaardere straffen komen. Dus dat is wat er in onze resolutie staat en dat is wat wij daarmee willen te maken. Heeft de gedelegeerde van Zweden hier nog reactie op? Voorzitter, de gedelegeerde van Griekenland heeft er nog wel een reactie op. Wij hebben namelijk nog steeds geen concreet voorbeeld gehoord van zwaardere straffen. Laatste reactie vanuit de commissie. Kroatië. Voorzitter. Nee, wij hebben geen concreet voorbeeld. Dit komt omdat het gaat omdat het dubbel gestraft wordt. Namelijk, het is een apart misdrijf.
de discriminatie en het geweld. En doordat je voor twee misdaden berecht wordt, krijg je automatisch een zwaardere straf. Daarom heeft de commissie hierbij geen concreet voorbeeld. Dank u wel, dan mag iedereen weer plaatsnemen. Dan zou ik graag een nieuw punt vanuit de zaal mogen. Kroatië. Voorzitter, waarden van de mens, gelijkheid, zijn allemaal hartstikke belangrijk, hoop ik tenminste in de Europese Unie. Maar we gaan nu naar OESS. Daarin stelt de commissie voor een forum op te richten voor bedrijven om voorlichting te geven betreffende een veilige sfeer voor de LHBT+ gemeenschap op de werkvloer. En dan gaan we verder op reis naar appendix F. In appendix F wordt er benadrukt dat dit vrijwillige forum twee keer per jaar een fysieke bijeenkomst plaatsvindt. Wat dan voordelig is voor bedrijven dat er een imagoboost komt. Natuurlijk vind ik het heel belangrijk dat er een veilige sfeer op de werkvloer, want LHBT+ is heel is voor mij de waarheid. Dat zijn gelijk wordt getrokken is echt. Dat is echt heel actueel, het moet belangrijk worden geacht. Alleen, dan vraag ik me af, die imagoboost. Want tegenwoordig, je hebt de media, de pers. En wanneer er een controversieel onderwerp is, komen er ook heel veel kritiekpunten op bedrijven op af. Omdat bedrijven, er wordt dan beweerd dat bedrijven het alleen maar doen omdat ze hun eigen imago omhoog willen krijgen. Maar daar komt dus juist weer kritiek op. En dan vraag ik me af hoe de commissie dit ziet. Reactie uit de commissie. Duitsland. Voorzitter, ten eerste, deze imagoboost is een win-win situatie, zoals de gedelegeerde van Kroatië. Nee, ik heb het over de vorige die dat het amendement indiende, maar dat maakt niet uit. Zoals die het heel mooi kan verwoorden, die zegt dat zijn twee vliegen in één klap. Je hebt en een imagoboost en een veilige werksfeer. Maar het gaat niet per se over bedrijven die international gebied zitten. Dit kan ook over bijvoorbeeld een kleine gereedschappenwinkel van het dorp zijn. Zeg maar, dan weet het dorp dat ook. Dus het gaat hier niet per se... Kijk, ik snap dat u denkt dat bijvoorbeeld bij een bedrijf als de McDonald's dit zou doen. Dat mensen dan misschien de link leggen van dit is puur de imagoboost. Maar als kleinere bedrijven dit ook doen, gaan mensen daar niet zo snel denken. En het gaat echt om, zeg maar, allebei. Dus het is best wel een beperkte visie om dat alleen te denken. Maar ik snap uw gedachtegang wel. Is hierover een reactie? Ja, voorzitter, hierop is wel zeker een reactie. Ik ben het natuurlijk eens dat het kleine bedrijven dit zeker kunnen doen. Dat zou top zijn voor de samenhang in het dorp. Alleen, er staat toch echt in de resolutie dat het gaat om op de werkvloer. En op de werkvloer heeft ook betrekking tot grote bedrijven. En ik denk nou nog steeds dat bij die grote bedrijven, die dan ook naar deze internationale, of dat staat in misschien maar fysieke bijeenkomst. Ik denk dat het niet alleen maar gaat om dorpen, dat staat in ieder geval niet duidelijk vermeld. En dan is dat wel een probleem in de resolutie. Is hierover bijval vanuit de zaal voor de commissie? Letland. Voorzitter, ik zie het probleem niet helemaal wat mijn medeparlementariër hier schetst. Het gaat er hier om dat, dat bedrijven dat zouden kunnen gebruiken voor een imagoboost. Maar dan wordt het nog steeds gebruikt. Of dat imago, of dat nou gaat om imago, of het nou gaat om echt die LHBT-gemeenschap meer te. Om daar meer aandacht voor te vestigen op de werkvloer. Hoe dan ook, komt die aandacht er. Dus waarom maakt het dan uit dat dit in eerste instantie wordt gedaan voor een imagoboost? Dank u wel, dan lijkt het punt hierbij voldoende behandeld. Dan gaan we over tot het laatste punt vanuit de zaal. Slovenië. Ik ga liever nog rust bewaren voor dit laatste punt. Voorzitter.
voorzitter. Je hoort er wel iets van. Ouders die hun kinderen proberen te genezen van gay zijn. Normaal gesproken was ik nu al in gedachten van, dit is onzin. Geen ouder doet dit hun kind aan. De ontkenningsfase, zo noem ik deze fase even, zo makkelijk. Tot ik deze week een jongen heb leren kennen. Zijn ouders zijn streng gelovig. En ze wonen dan ook in de Bijbelbelt. Zijn ouders zijn het niet met zijn keuze eens. Hij is namelijk vorig jaar uit de kast gekomen. Zijn ouders proberen ook dat hij genezen moet worden van zijn ziekte. Nou, de jongen vecht elke dag om te zijn wie hij wilt zijn. Want dat wordt niet geaccepteerd. Door niet alleen zijn familie, maar ook door zijn vrienden. Dit is echt heel erg heftig. En het heeft mijn ogen doen openen. Ik steun deze resolutie dan ook. Want ik vind dat homogenezing verboden moet worden. Als ik alleen maar kijk naar wat voor problemen dat geeft in zijn leefomgeving, moet hier echt meer aandacht voor komen. Heel erg bedankt voor dit laatste positieve punt. Dan mag je weer plaats nemen. Dan gaan we over tot de eindspeech vanuit de commissie. Hier mag ik je voor de beurt geven. Finland. Wil iedereen graag nog naar Finland luisteren in stilte, alstublieft? Voorzitter, stel je eens voor. Het is een mooie zomeravond en na deze mooie, gezellige avond wordt u uit het niets uitgescholden vanwege uw gender of uw seksuele geaardheid. En u wordt niet alleen uitgescholden, u wordt ook nog eens belaagd. De ochtend erna wordt u gelukkig wakker in het ziekenhuis. Dit is het verhaal van Cedor Zelderslag. Helaas, een van de vele slachtoffers van geweld tegen de LHBT+ gemeenschap. Wij, de commissie FEM, voorzien dan ook dat u vandaag met ons de eerste stap wilt zetten naar een wereld zonder LHBT+ geweld. In het debat hebben we het onder andere gehad over de gerichte hulp die op een gegeven moment gevraagd werd, de positieve discriminatie en de zwaardere straffen en ook nog op het einde het prachtige verhaal. Want met name dat laatste verhaal is een fantastisch punt. Dit is een ontzettend zware belevenis. Voor zo'n jongen moet dat ontzettend moeilijk zijn. Wij, de commissie FEM, hopen dat u met ons mee kan denken en dadelijk voor deze resolutie kan gaan stemmen om ook deze jongen daarin te begeleiden en te helpen. Want zo zijn er nog duizend andere voorbeelden. De commissie FEM veronderstelt dan ook dat u alle in zult kunnen stemmen. Want zoals mijn medecommissielid eerder al vermeldde, zijn wij van plan om de instelling van Boeieruut binnen de EU te creëren. Waarmee dus veel tolerantie gepaard zou gaan. Want hoe mooi zou het zijn om zo'n grote groep binnen de bevolking te hebben dat Boeieruut de standaard reactie wordt als het gaat over gendernormen of seksuele geaardheid. Want wat maakt het nou eigenlijk uit? Kijk eens even naar de persoon hier naast je. Degene die nu links van je zit en degene die nu rechts van je zit. Wat nou als het gender dat jij hem of haar gegeven hebt anders is dan verwacht? Wat nou als de seksuele geaardheid van degene naast je anders is dan jij had verwacht? Doet dat iets af aan de kwaliteiten die diegene deze week heeft laten zien op deze prachtige week van het MEP Nationaal? In mijn ogen niet. En ik weet zeker dat als we met z'n allen rationeel nadenken, dat het in uw ogen ook niet zo is. Wij hopen dan ook dat u een stem geeft voor de mensenrechten, want ook LHBT-plussers zijn mensen. Daarom hopen wij van harte dat u alle in zult kunnen stemmen met deze resolutie. Dank u wel. Dan gaan we nu over tot de stemming over deze resolutie. De delegatieleiders mogen de stemmen verzamelen. Thank you.
partij te vormen en de rest van de zaal graag stilte. Bulgarije, 3 voor, 4 tegen, 0 onthouding. Duitsland, 3 voor, 4 tegen, 0 onthoudingen. Finland Sem, 9 voor, 0 tegen en 0 onthouding. Frankrijk, 7 voor, 0 tegen, 0 onthouding. Griekenland, 6 voor, 2 tegen, 0 onthouding. Italië stemt, 1 voor, 8 tegen, 0 onthouding. Kroatië stemt 3 voor, 2 tegen en 2 onthouding. Letland stemt 5 voor, 2 tegen en 0 onthouding. Luxemburg 6 voor, 0 tegen en 1 onthouding. Malta stemt 1 voor, 7 tegen en 1 onthouding. Nederland stemt 5 voor, 2 tegen en 2 in onthouding. Polen stemt 0 voor, 6 tegen en 3 onthoudingen. Slovenië 8 voor, 1 tegen en 0 in onthouding. Gelieve stilte in de zaal alstublieft. Spanje stemt 6 voor, 1 tegen en 1 in onthouding. Tsjechië stemt 3 voor, 1 tegen en 3 onthouding. Zweden stemt 1 voor, 0 tegen, 6 in onthouding. En dan de stemmen vanuit de commissie. Wie mag het woord geven? Dank u wel. Dan geef je stil te blijven totdat de stemmen geteld zijn. En hiermee bedoel ik dan ook echt stil. Dan is de resolutie rechten van de vrouw en gendergelijkheid met 81 stemmen voor, 40 tegen en 19 onthoudingen aangenomen en dient geklapt. In zijn haar stoel. Gastsprekers voor u, die ook met heel veel respect behandeld dienen te worden. Mevrouw van den Berg, de wethouder van Beverwijk en de MEP alumni komt zo spreken. En vervolgens komt mevrouw Wijs van het Montesquieu Instituut en van MEP Nederland spreken. Duidelijke taal spreekt en dat is echt nodig voor zo'n vergadering om die op je baan te houden. Ja, en dan uw vergadering. Ik ben benieuwd als u even een momentje voor uzelf neemt en denkt: wat heb ik nou geleerd en wat heb ik nou gehoord deze week waarvan ik hiervoor dacht:
Nou, zo heb ik nog nooit over nagedacht. Een onderwerp waarvan je denkt, daar zei iemand iets. En dat, ja, ik had gewoon nooit gedacht dat iemand er zo over kon denken. Ik heb dat zelf als oud deelnemer, ik ben oud deelnemer van het MEP in 2005 en 2006 heb ik meegedaan. Mij overkwam dat toen ik aan de internationale variant meedeed. Ik was in Slovenië en ik zat in de bus met een deelnemer uit Portugal. En die begon eigenlijk een heel betoog achter te steken over hoe die tegen euthanasie is en tegen abortus. En ik wist natuurlijk wel dat mensen daar tegen zijn, maar ik had eigenlijk nog nooit gewoon iemand daarover gesproken. En gewoon heel direct een gesprek gevoerd van waarom dan. En eigenlijk begon ik het ook steeds beter te begrijpen en ik dacht, wauw. Dat er zoveel verschillende standpunten kunnen zijn. En dat je in Europa moet samenwerken met 28 landen, met zoveel verschillende mensen. Die echt totaal andere ideeën hebben. Over cultuur. Over wat goed en fout is. Nou, ik hoef u eigenlijk niks te vertellen, want ik heb het u net zien doen. Tijdens de laatste resolutie, maar wat eigenlijk heel erg mooi naar voren. Homoseksualiteit, gendergelijkheid, het zijn onderwerpen waar zo verschillend over gedacht wordt in Europa. En waar ik u ook alle verschillende facetten heb horen benoemen. En waar ik van onder de indruk was, is dat u ook in de resolutie, daarom vind ik het heel goed dat u hem heeft aangenomen, juist inging op hoe zorgen we nou dat mensen informatie hebben om een goed standpunt te bepalen. Hoe zorgen we nou dat mensen, dat de LHBT-community zichtbaar is? Zodat mensen langzaam aan het idee kunnen wennen, in plaats van dat u het heeft gezocht in wetten opleggen en regels opleggen. En ik denk dat dat zeker vanuit het Europees perspectief ontzettend verstandig is geweest. Voorzitter, ik zal me even voorstellen. Ik ben Brigitte van den Berg, ik ben wethouder in gemeente Beverwijk. En ik had het net over het Europese perspectief. En als ik daarover nadenk en als ik u zo zie debatteren, dan denk ik, heb ik het toch een stuk makkelijker. Want ik sta wekelijks in de gemeenteraad. Voor een gezelschap als u, iets kleiner, iets ouder ook. Maar dan gaat het over hele concrete onderwerpen. En dan zijn de cultuurverschillen er niet of nauwelijks. We hebben het over de school om de hoek. We hebben het over het speelplein. We hebben het over hoeveel zorg de buurvrouw zou moeten krijgen. En dan heb je dus al die cultuurverschillen en al die landenverschillen, daar heb je dus geen last van. Jij weet allemaal waar je het over hebt en als je op een gegeven moment er echt niet uitkomt in zo'n discussie, dan zeg je nou weet je, zullen we dan even op locatie gaan kijken? En dan staan we met z'n allen op z'n bij een verkeersdrempel en dan zeggen we ja, deze moet er toch uit. Hoe anders is dat als je Europees moet denken en als je al die verschillen moet overbruggen in een vergadering als deze? Maar voorzitter, er zijn ook een hoop overeenkomsten. Want ik denk dat in een politiek debat, op welk niveau je hem ook voert, het is altijd dat het pas werkt als je met elkaar voor ogen houdt dat het gaat om de mensen waarvoor je het doet. Voor de inwoners, of dat nou de inwoners van Europa zijn of de inwoners van Beverwijk. En dat je de wil moet hebben om er samen uit te komen. En als je die twee dingen voor ogen houdt, dan ben ik ervan overtuigd dat het lukt. Dat je echt tot mooie oplossingen kan komen. En dat je echt iets kan betekenen voor je samenleving. En waarom vertel ik dat nou allemaal, dat lokale perspectief? Nou, omdat als u hier zittend nou denkt, nou wat ik deze week heb gedaan, dat was eigenlijk iets, daar wil ik wel meer van. Dat smaakt naar meer, dat is iets waar ik me wel in wil ontwikkelen. Dan heb ik voor jullie bij deze de gouden tip. En dat is, ga eens bij je lokale politiek kijken. Want het lijkt er ontzettend op. Wat ik zeg, je hoeft minder over alle culturele verschillen na te denken. En het is iets concreter, het gaat echt over wat er bij jou in de stad, in je straat en met de buurvrouw gebeurt. Maar de politiek erachter en het praten en het amendementen indienen en het buiten de vergadering elkaar wat gunnen en dat in de vergadering regelen, wat jullie allemaal deze week gedaan hebben, dat is eigenlijk best wel hetzelfde. En ik denk dat deze gouden tip die ik jullie nu geef, ga in de lokale politiek kijken, dat jullie die heel goed gaat uitkomen in je studententijd. Ik heb dat zelf gedaan. Ik was dus in 2005, 2006 actief in het MEP. En 10 jaar geleden ben ik de gemeenteraad van Beverwijk ingegaan. Tijdens mijn studententijd. En wat je eigenlijk daarmee hebt is een waanzinnig interessante bijbaan. Die ook nog eens best wel goed verdient voor een student. Ik geef het u even mee. En waar je ontzettend veel van leert. Want ik weet nog dat ik heb Europese Unie studies gestudeerd. Ik was dus met Europese politiek bezig.
En we hadden het op een gegeven moment over woningcorporaties en wat de Europese wetgeving daar voor invloed op had. En ik merkte dat mijn medestudent vroeg, woningcorporaties, wat doen die eigenlijk? Terwijl ik als raadslid, ik zat de volgende dag met die directeur van die woningcorporatie aan tafel. Want ik had daar gewoon gesprekken mee. Dus je wordt heel concreet bewust van, hey, hoe is die maatschappij georganiseerd? Je komt overal binnen, je spreekt met die directeur van die school, je spreekt met die directeur van het ziekenhuis. Dus je krijgt echt heel veel inzicht. Dus deze gouden tip wil ik jullie geven. Ten eerste, omdat het leerzaam is. Ten tweede, omdat het best goed verdient en een goede flexibele bijbaan is. Maar vooral natuurlijk ook, omdat het zo ontzettend nodig is dat jonge mensen zich bemoeien met de politiek. En geloof mij, ze zitten op jullie te wachten. Maar misschien denk je, ja, raadslid, dat wordt je toch niet zomaar? Maar dat is dus niet waar. Als je in een grote stad woont, natuurlijk, is het wat moeilijker. Maar zeker als je in een kleinere gemeente woont, dan is er echt ruimte voor je. En dan heb ik nog een heel concreet moment waar je eens kan kijken of het wat voor je is. Het is nu september. En in november stellen alle lokale gemeenteraden hun begroting vast. Dus begin november is altijd de raadsvergadering. En als je daar nou eens gaat kijken, gewoon op de publieke tribune, zoals hier deze mensen op de publieke tribune zitten, kan je bij al je gemeenteraadsvergaderingen kan je gaan zitten. En dan kijk je eens van, welke politieke partij past, wat speelt er eigenlijk in mijn gemeente? Dan ga je eens een beetje kennis maken. En voor je het weet, sta je in 2022 op de kieslijst en kunnen wij hier als oud-mappers onder elkaar op een gegeven moment tegenkomen als lokale politici. En dat is eigenlijk mijn wens. En wat ik jullie van harte wil adviseren. Dus voorzitter, en ik wil daar nog bij toevoegen dat als je nou denkt, het is wel wat voor me, dan wil ik ook graag beschikbaar zijn voor als je vragen hebt, ideeën hebt. Je denkt, hoe moet ik dat nou aanpakken of heb je nog een tip? Bij deze, als het de organisatie van het MEP heeft mijn gegevens. Dus wees welkom om mij te benaderen en ik ga graag met je in gesprek over wat de lokale politiek inhoudt en hoe je daar in kan rollen. Ik weet niet of er nu iemand een vraag heeft. Kijk. Het land. Zou u de politiek toegankelijker willen maken voor jongeren? Dat is een hele goede vraag. Ik heb toevallig, gisteren stond ik in onze raadzaal. We waren een spel aan het spelen, Democracity. Om groep 8 was dat. Ik weet niet of jullie het spel kennen, ik zie een paar mensen lachen. Democracity is de stad die groep 8 zelf mag gaan inrichten. Dan moeten ze kiezen tussen, wil ik een schaatsbaan, wil ik een speelgoedwinkel, wil ik een extra bomen, wil ik windmolens. En dat zijn ze met elkaar aan het doen. Dus dat heb ik ingericht in Beverwijk, dat alle groepen 8 naar de raadzaal komen en dat leren. Zodat ze in ieder geval een besef hebben van, hé, dit is wat de lokale politiek doet. Maar ik denk dat je het vooral toegankelijk maakt als je meedoet. Heeft iemand anders nog vragen? Slovenië? Wat is de beste manier om eigenlijk in aanraking te komen met jouw lokale gemeenschap? Zeg maar, hoe leg je daar makkelijk het contact mee? Bedoel je de lokale gemeenschap of de lokale politiek? De lokale politiek. Nou, alle raadsvergaderingen van alle gemeentes zijn openbaar. Dus daar kan je altijd heen. Dus ik zou je adviseren om even te kijken op je website, zeg maar. Meestal is dat gewoon www. En dan de naam van je gemeente.nl. Om te kijken wanneer de vergaderingen zijn en daar eens een keer heen gaan. En eens een keer praten met raadsleden. Want ik denk inderdaad dat mensen denken misschien het is ver weg. Maar als je daarheen gaat ben je meteen met die mensen in gesprek. En eigenlijk is het dan goed om makkelijk om actief te worden en deel te gaan nemen. Bedankt. Heel erg bedankt. We zitten een beetje met de tijd. Oké, dan ga ik ook rond, voorzitter. U graag nog meer vragen laten stellen. Ik ben er ook zo nog eventjes. Dus we kunnen nog even in gesprek met elkaar. Ik wil jullie in ieder geval van harte feliciteren met jullie geslaagde simulatie van de Europese politiek. En ik hoop jullie te zien in de echte uitvoering van de lokale politiek. Dank u.
namens ons allen heel erg bedankt. En dan bij deze over 10 jaar zien jullie allemaal terug. dan zou ik graag mevrouw Wijs naar voren willen vragen. Parlementariërs, jullie hebben het fantastisch gedaan. Dat wil ik als eerste gezegd hebben. Een groot compliment voor de wijze waarop jullie deze week actief zijn geweest met elkaar en met iedereen die daarbij hoort. Maar voordat ik daar verder over spreek, wil ik eigenlijk eerst een aantal mensen bedanken die dit alles mogelijk maken. Als eerste, de docenten en jullie coördinatoren. Als deze niet de energie en de tijd zouden steken in de organisatie van dit alles, dan was het niet mogelijk. En voor dit jaar natuurlijk ook weer extra de coördinatoren die jullie in de provincie hebben ontvangen. Dus graag een groot applaus. Een tweede belangrijke groep die dit allemaal mogelijk maakt, zijn niet alleen jullie eigen ouders, maar ook de gastouders die jullie onderdak hebben geboden toen jullie in de provincie zaten. Dus ook daar graag een groot applaus. En ik wil daarbij de opmerking plaatsen dat jullie zijn allemaal op allerlei plekken welkom geheten. En ik hoop dat jullie diezelfde gastvrijheid nu en in de toekomst zullen bieden aan de opvolgende MEP-generaties. Want elk jaar opnieuw is het best lastig om gastgezinnen te vinden. Dus ben daar actief in. De volgende groep die een grote betekenis voor ons heeft, is dat we in dit soort prachtige locaties deze vergaderingen kunnen houden. Dat is de Eerste Kamer, maar nu ook de Tweede Kamer. En natuurlijk zijn we daar de voorzitters van beide kamer heel erg dankbaar voor. En daarnaast uiteraard ook de bodes, de beveiliging, de catering, al die mensen die hiervoor zorgen dat dit loopt zoals het moet lopen. Dus ook voor hen zou ik graag applaus. Afgelopen week hebben jullie met grote betrokkenheid en vindingrijkheid gewerkt aan oplossingen met elkaar voor problemen die in Europa in de wereld spelen. En dat hebben jullie allemaal gedaan binnen de regels die bij een democratie horen. Het is van groot belang dat de democratische rechtsstaat die aandacht en die energie van jullie blijft krijgen. De problemen zijn groot en de oplossingen die zijn mogelijk helemaal niet eenvoudig. Maar het belang dat jullie met elkaar in gesprek blijven, hier en ook buiten de zaal. En met elkaar oplossingen zoeken, ook al heb je tegengestelde meningen en doe je dat respectvol, is echt van wezenlijk belang voor het MEP en voor onze democratie met name. De toekomst lijkt misschien nog wat verder weg. Maar Lisa Westerveld zei het al en het was ook het slogan die jullie op de groepsfoto bij de Ridderzaal hebben getoond. Op die grote banner stond, jongeren van nu beslissen over de toekomst. Maar besef je dat die toekomst niet zo ver weg is als het lijkt. Er zijn nu 2 mensen geweest, allebei actief in de politiek, die ook aangeven dat je het niet zo ver weg hoeft te zoeken, maar dat je ook vrijwilligerswerk kan doen. Bij je wijkvereniging, bij de sportclub. Je kunt lid worden van een jongerenpolitieke partij. Je kunt je inzetten voor het MEP op schoolniveau, op provinciaal niveau of op nationaal niveau. Allemaal initiatieven die jou helpen en die de maatschappij helpen om daar met elkaar aan te blijven werken. Voor MEP Nederland gaat Nick Blok verder werken aan het betrekken van jongeren bij de organisatie van de Nationale Conferentie van MEP Nederland. Dan kom ik nu bij het noemen van de mensen die doorgaan naar de Europese conferentie. Mits dat allemaal past in jullie studieschema's, dat moet ik erbij zeggen. Elk jaar opnieuw is het een grote teleurstelling voor een aantal mensen dat ze niet door kunnen. We hebben maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. En we zouden het liefst een hele grote groep sturen, omdat jullie allemaal een fantastische bijdrage hebben geleverd, maar dat gaat niet. Dus we gaan dadelijk de namen opnoemen van de mensen die voor dit moment geselecteerd zijn. Ik hoop dat ook als je niet genoemd wordt, dat je deze MEP-conferentie als een hele prachtige herinnering bij je houdt en dat je het niet
gekozen zijn, zeg maar, niet laat de boventoon voeren. Dus kijk terug naar die hele goede week die je hebt gehad. Alleen hele betrokken, goede studenten halen het niveau van een nationale netconferentie. Dan gaan we de namen doen. We beginnen met de MEP-pers. Het is het eerste jaar dat we dat formeel op deze wijze doen. Het is ook het eerste jaar dat we iemand met de MEP-pers naar het buitenland kunnen sturen op deze manier. Joyce de Jonge. Naar voren komt en plaatsneemt in dit vak. En ik weet dat jullie je nauwelijks kunnen bedwingen om te feliciteren, maar dat feliciteren komt straks als we allemaal in de hal zijn. We moeten een paar dingen een beetje efficiënt regelen. Dan hebben we ook voor de commissievoorzitters dit jaar een verrassing, want we hebben nu al de toezegging dat we 3 commissievoorzitters naar een Europese conferentie mogen sturen. En dat betekent dus dat we ook de namen gaan doen van de commissievoorzitters.
jullie. Iris van Sommer. Jasper Oost-Indië. Aya Hamid. En de laatste, Alexander Wurms. Geef ik graag het woord terug aan de voorzitter. Dan volgt nog een huishoudelijke mededeling. Er is een broodjesmaaltijd beneden. Daarvoor is de badge weer nodig. Dat is vanmiddag. Er wordt een krant uitgedeeld bij de deur van de MEPRES. Dan rest mij als laatste nog de sluiting van deze conferentie. We sluiten hierbij de 31e conferentie van MEP Nederland. APPLAUS.